We zijn er. Dit was zo grappig. Hi. We zijn een super cool dit muziekje te horen. En dan moet je op dansen. Hier, oh, maar hier zat hij nog maar. Hola allemaal! Hola, hola, hola! Welkom bij een nieuwe vlog. Wow, het is nu echt te veel. Wat? Mijn boobies. Ik bereken de route. Ik doe het even zo. Volg de straat. Omdat ik zit is het wel heel heftig nu. Als je staat is het ook heftig hoor. Nou, jij zegt dat je het mooi vindt. Ja, ik vind het prachtig dat ik het zat. Waar gaan we heen? Had ik de hele dag met me mee was al gelopen. The Real Housewives of Amsterdam! We gaan naar de première! Superleuk! Dus we mochten wel een beetje over de top. Ja, ik had dit ook gewoon naar kantoor aan kunnen doen, maar... Nee, ik ook. Nou ja, dit heb ik wel in de winkel aan op filmpjes, maar niet in de winkel tijdens verkoop natuurlijk. Maar we hebben er heel veel zin in. Weet je dat Sheila er weer uit is in deze zon? Ja, he. Is ze eruit? Daarvoor is natuurlijk de Mar erbij. Jongens, dat is echt al 100 jaar. Ja, dat is waar. Dat wist ik eigenlijk ook wel al. Ja, en we gaan dus zo meteen de eerste aflevering en Tamar, kijken. En Tamar, die vindt... Hella vreselijk. Nou, die zegt, ik ben gewoon Maria, mijn beste vriendin. Ik weet niet of ze er vreselijk vindt, maar... Ja, die hebben ruzie, hè? Ja. Maar we voelen zo meteen misschien wel de tension. Heerlijk, leuk. Ja, maar die is dus enig. Hou van Sensa! Sensation! Ik heb het dus echt niet echt gevolgd vorige keer. Ja, ik wel. Ik heb alles gevolgd. Ik vind het een superleuk programma. Ik ook. Ik vind Maria leuk. Ik vind Maria ook leuk. Ik ook. Maar we zijn ook door Maria uitgenodigd. Ja, maar ik vind haar oprecht ook echt het Team leukste. Maria. En wat is er nou? Ja, ik mag niet echt. Ja, hou op. Gaat hij daar nou serieuze problemen maken? Ja, oh my god, gaat hij in het midden fietsen? En dat hij zo. Nee, bent zelf zo. Zo wappie. Ja, waarvoor wappie. Kunnen mensen zich druk maken? Omdat je gewoon één straat per ongeluk verdeelt. Nee, sinds een week is dit zo. Maar ik ga niet Is het sinds een week? Maar ik ga niet helemaal omrijden. Ja. Jezus, rot toeter. Nee, doe even een leuke toppie. Nee, ik zou zeggen, nee jij niet. Je moet een vrachtwagen aan, dus je moet even wachten. Hey. Top, hè? Ja hoor. Fijne dag. Wat kut vind. Oké, waar zijn we? Je haat toch mensen, gewoon? Ik ga gewoon wel rechtdoor. We zijn er. Ik heb dit laser aan van Lovies. Met de latexbroek van Reiners, hè? Dat mijn kapotje. Vind je niet lekker? Nee, echt een champagne voor mijn idee. Hier Waar? Oh, we kunnen zitten. Maar deze 7 ondernemende powervrouwen, dat hebben we ook gezien in het eerste seizoen, staan stevig in hun stiletto's. We gaan ze erbij halen, want dan kunnen we snel gaan beginnen. Ik weet niet in wat voor volgorde ze klaarstaan, maar ze zien in ieder geval wel prachtig uit. Ik noem ze gewoon even allemaal. Sherry-Ann, Jamila, Hella, Timmy, Maria, Susanna en de gloednieuwe housewife van Canada. Welkom, welkom, welkom. We zien er prachtig uit. We hebben hier de stoelen gereserveerd. Ga lekker zitten. Het maakt niet uit naast wie hier zit, toch? We hebben deze hand hebben ook nog een beetje plek. Geen shock. Ja, ja. Nou ja, we krijgen natuurlijk. Wij kijken en dan kijken we heel kritisch van. Is het leuk of doen we wel aardig? Dat meestal niet, maar. Het is gewoon. En nu krijg je de reactie van de rest. Dus dat is dan leuk, hè? Heel leuk. Dat geeft echt zo'n dubbele energie weer. Precies. Mag ik jullie vragen om even allemaal even te staan zo voor? Ja. Ik begin even bij jou, Sherry. En toch wel blij dat het uitgesproken is nu, hè? Ja. Ja, dat was ja, wel toch? Ja, was het gesprek helemaal zoals het is gegaan? Hoe je het nu hebt gezien? Ja. Waar gaan we? Even een borrel doen. Kijken of onze auto er nog staat. Hoe vonden jullie het? Enig. Ik ook. Ik vind het zo'n leuk programma. Ik vond het echt zo, zo leuk. Wij zijn dus echt nog meer Maria-fan. Ja, en ook Tamara. En Tamara. Die twee, die stelen echt de show, vinden wij. Ja, ik vind haar echt enig. Ik vind haar ook gewoon eerlijk, die Maria elke keer. Ja, heerlijk. Heel eerlijk. Nee, ik vond het heel leuk om gezien te hebben. Ik ook.
Ondanks we hebben het weer, er net nog even bedankt, want Maria had ons ook uitgenodigd. Ondanks het weer was het wel echt superleuk. Ja, en we stonden uiteindelijk heel dichtbij. Maar wel op een plek waar het niet mocht. Nee, maar... maar... ik zou het even filmen. We stonden hier. Anders niet te doen. Want het was anders gewoon echt niet te doen. Cornelis Antoniusstraat. Kijk, ze spaalt voor jou recht. Even kijken hoor. Dat was niet. Nee. Dat was niet anders te laat. Maar ik vind toch dat wij onze events qua regelen, als je binnenkomt, kijk, ik kreeg heel champagne. Ik vond de hapjes wel echt super lekker. Ja, maar die kwamen daarna. Ja. 3 uur. Je bedoelt ervoor, ook misschien. Misschien waren er ook wel hapjes, maar wij waren natuurlijk best wel laat. Ja, dat is waar. Wij waren laat. Ik vond het echt super lekker. Alleen die tacos waren wel moeilijk eten. Maar het was wel super lekker. Nou, nu naar huis. Ik vond het wel heel leuk dat we zijn gegaan. Ik want het was dus een heel klein selectief groepje. Ik dacht dat het zo klein was. Nee, we waren echt, nou, met hoeveel denk je? Met 40 max of 40, 50 mensen. Ja, dus dat maar was wel echt heel leuk. Maar inclusief dan de kerst en alles. Ik denk dat gasten echt 30 was. Ja, één. Nou ja, 50 denk ik. Nee joh. Het was echt een heel klein zaaltje hoor. Ja, dat is waar. Wacht, dus, waren rijen van 4 aan beide kanten. Ja, en dan? En denk ik 10 rijtjes, dus daar zit je wel ja, de eerste, nee, de eerste rijen waren al productie, dus die waren al weg. Dat is waar, maar ik denk toch wel dat het meer dan 10 rijen stond. Dat is echt een heel leuk, heel klein selectief groepje. Gaan we dus, die aflevering met samen kijken? Ik denk even, ja, dat is wel leuk. We hebben dus nu de eerste aflevering gekeken. Die was echt hilarisch, ja. En de tweede, die staat dus morgen. De eerste en de tweede staan morgen op Videoland. Dus we hadden nu een première. Een première. Oh, ik heb nog wel zo'n taco gewild. Lekker? Ik vond een beetje te veel vis aan het smaken. Oh nee, echt heerlijk. Oh. En Mido ontmoet, ook heel leuk, aardig. Super lief. Ja, super lief. Ik ga hem ook even volgen trouwens. Ja, ik ook. En misschien wel een keer erheen om ons make-up te laten doen. Sjoe, mag ik jouw lipliner even? Nou ja, hij doet ook haar. Dat is wel echt top. Oh, dat ook. Ja, ik kan bij hem allebei. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Oh, ik haat mezelf echt. Wat viel er nu weer? Ik had net een heel stuk opgenomen en gevlogd, wat dus nu helemaal overnieuw moet. Want ik had hem weer op een verkeerde functie staan. En het duurde echt, ik denk wel, 10 minuten. Eerlijk is eerlijk. Ja, maar ja, maak dat nou uit. Ben je de 10 minuten nu nog overnieuw dan is van vanmorgen wat fout is. Nou, het was echt een heel leuk stukje. Want we zitten dus nu weer in de auto, maar dan met moeders naar Amsterdam. Waar ik eigenlijk net vandaan kom, maar dan weer terug. Maar een half uur thuis geweest. En even een andere trui en andere schoenen aangedaan. Maar het was dus net echt super leuk. Echt heel leuk. En ik had net al mama verteld dat we hadden geparkeerd op de vergunninghoudersplek. Omdat we dachten van ja, er is gewoon nergens in de buurt een parkeerplek. Dus dan maar daar. En toen dachten we ja, als het dan weggesleept wordt, dan ja, so be it. Ja, toen zei je want dan gaan we nemen een Uber. Want er was gewoon geen parkeerplek daar bij dat college hotel. Maar goed, we zitten dus nu weer in de auto naar Amsterdam. Het hotel heeft zelf toch ook parkeerplekken, neem ik aan? Nee. Nou, dat kan het nou. Dat is echt nergens plek. Echt nou, bizar. Maar we gaan dus nu weer terug naar Amsterdam, want we hebben een teamuitje met de winkel. En daar hoort mama natuurlijk ook bij. We hebben ook een nieuwe topper, Danielle. Zij is nieuw bij ons fulltime. En ik ken haar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Dus dit is ook een beetje van alle uitjes inhalen die we de laatste tijd niet meer gehad hebben. Omdat ik er een beetje een soort van uit lag. En ook gewoon even gezellig met het team wat leuks doen en haar leren kennen. We gaan naar de Park Playground in Amsterdam. En dat is met dus een VR-game. Ja, je moet gewoon recht zo die gaat. Oké, geen geluid recht. We gaan dus een VR-game doen. Nou, super grappig. Lijkt mij echt heel erg leuk. We komen precies om 5 uur aan. Maar wij hebben gereserveerd van 5 tot 6. En we moesten eigenlijk een kwartier eerder zijn. Dus we zijn eigenlijk niet al te laat. Nou, ik ga zo even bellen. Ik heb er heel veel zin in. En daarna gaan we eten bij La Nostra Gigi met z'n allen. Dat is ook heel leuk, ook heel veel zin in. En wat voor keuken wel een hele drukke week Italiaans? Deze week. Ja, dat is Italiaans. Oh, leuk. Echt allemaal lekkere hapjes om te delen en zo ook. Oh, leuk. Dus echt een hele drukke week. En morgen gaan we werken, inkopen, foto's maken. Vrijdag gaan we wat leuks doen voor mijn vaders verjaardag. Want die was 2 weken geleden, net als ik, ook jarig. Gaan we kleiduif schieten. Dus dat ga ik zeker weten ook voor jullie vloggen. En ik ga winnen. Ja, dat denk ik. Ik ga punten scoren, jongen. Nee, ik denk dat papa gaat winnen. Denk ik niet.
Hij zei vorige keer ook. Hij zei dat papa ik begrijp ik. Er helemaal niks van. Nee, je moet zeg maar schieten. Nee, maar dat hij niet wint. Daar begrijp maar je helemaal niks daar, van. Ja, je moet hem daar, volgen. Je moet hem volgen. Dus je moet hem niet daar schieten waar hij wordt geschoten, nee, maar daar. Daar ben ik er heel goed in hoor. Ja, nou we gaan zien. Ik ben er ook goed in. Ja, ja. Het mag alleen niet regenen, want gaat het alweer niet door buiten. Nee, maar je kan inderdaad binnen ook wel iets doen. Maar ik begrijp niet of je dat binnen wil doen. Nee, dat kleider schieten kan niet binnen, maar lange en korte baan wel. Lange en korte baan schieten. Dus nou ja, vrijdag dat. En dan zaterdag weer samen werken. En dan zondag... het is een hele gekke week, want zondag ga ik met Daan wat leuks doen. Met, naar Antwerpen toe. Ga je ook alweer doen. Dus ik denk dat ik deze vlog, omdat ik best wel veel gevlogd heb al... sowieso in tweeën moet gaan delen. Want ik ga heel veel leuke dingen doen. En dat ik natuurlijk allemaal ga vloggen voor jullie. Dus dat komt dan woensdag en dan woensdag daarna allemaal online. Maar het wordt een hele leuke week. En nu met het team gezellig wat leuks doen. Helemaal zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Naar dat VR game. Ja, zeker. Ik tip me weer even op. Ik heb weer mijn mooie skin recipe tasje bij me. Nou, je hebt een bril op. En dan zit je in een andere wereld. Wat ga je doen dan? Dan moet je bijvoorbeeld een opdracht doen. Oh. Om iemand te redden of juist weg te rennen van zombies. En ja, je hebt allemaal verschillende dingen. Hoe weet jij dat? Nou ja, ik heb dit gereserveerd. Ik heb gekeken wat het is. Ja, maar heb je het wel eens gedaan? Nee. Maar het schijnt heel leuk en grappig te zijn. Je hebt ook zo'n pak aan met een geweer. Oh, echt? Maar ik ga ze even bellen, want we zijn dus iets later. Ja. En ik maak me nog even een beetje mooi, een beetje bij het tippen. En deze ben ik ook echt heel blij mee. Love it. Oké, ik zie jullie zo. Zo, we hebben het gevonden en het regent. Wat een weer. Maar we zijn er en we wachten heel even op iedereen bij de ingang. Oh, ja, ze zijn er doorheen. Superleuk. Echt zin in deze ervaring. Oh, we moeten ze aanbellen. Je moet aanbellen. Ja, voor de eerste. Hallo! 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 Hoi! Dit was zo grappig. Hi! Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Mijn excuses voor de gefaalde telefoontjes. Nee, maakt niet uit. Ik kon het gewoon even niet vinden. Kijk, want deze draai zo gegeld. Ik ga naar buiten. Dit lijkt me zo grappig, maar waarvoor konden we nou niet die... we kunnen wel die zombies doen, maar dan mag je niet lachen of zo. Of wat was dat? Niet lachen of iets, heb ik gelezen. Niet lachen? Ik weet niet, ik had iets raars gelezen. Ja. Ik denk dat het leukste is om die zombies te doen. Nou, we hebben in ieder geval de spel een keuze. Ja. Het enige wat ik sowieso niet aanraad voor jullie is Mask of the Pharaoh, want die is dan van de kinderen natuurlijk. Ja. En de snitch is wees gewoon de mol, maar middenin dan moet iemand weer uitgeklikkerd. Moet weer zitten staren hoe de anderen spelen. Ja. Nou, maar voor jullie lijkt mij het leuk. Wat? Voor mij, twee dingen lijken mij het leukste voor jullie. Eén, don't scream. En zeg het dan. Niet schreeuwen. Nee, dat bedoel ik. Dat heb ik gelezen. Ja. Als je een bepaald decibel dan behaalt, dan ga je weer punten naar beneden. Als je wilt verstoppen, punten naar beneden. Zo verder. Of anders, als jullie in de zaal zelfs gillende keukenmeiden zijn, en wel mogen schreeuwen, dan hadden de helden aan het gewoon zombies afknallen. Oh, maar dan mogen we dan wel gillen? Dan mogen jullie wel gillen. Van. Dus als het te echt is, we zijn wel bange poepers. Dus we moeten kijken of het niet te eng is. Ja? Ja. Dan ga je die kant op kijken. Kijk, kom op. Geen zorgen, het is nog niet eng. Dat is schoongemaakt, ding. Altijd. Oh, zit het strak? Nee, hij zit goed, ja. Oké, kun je goed zien? Nou, ik zie... zie je een auto? Zie je een auto? Ik zie een auto. De spinnen zijn voorbij, beloofd. De spinnen zijn voorbij. Ik pisse mijn broer. Oh, maar... Ik wil niet met die spin hoor. Zeker. Maar 100%. Een snoer. Een snoer. Een snoer. Ik wil echt niet met die spinnen. Is goed. Oké. Okay. Ik wil niet met spinnen. Oh, dit is er zijn geen spinnen meer. Moet ik daar oplopen? Dit is een hoog. Iedereen gaat dit doen. Moet ik daar oplopen? Ja, zegt hij. Ja, je mag de plank. We gaan de plank af. Gaan we het allemaal doen? Iedereen gaat de plank af. Roep, doe gewoon. Je staat hier en je bent er niet echt. Als je hand nodig hebt, moet je het zeggen. Ik loop ook echt ergens op. Hoe kan dat dan? Heb je het toch net nog zien liggen? Ja, ligt er. Lang, ik voel me echt
eigenlijk. Als je handen aan de kant moet zetten. Ja, wij kunnen allemaal makkelijk lachen, want wij doen het niet. Dat is allemaal lekker makkelijk. Ja. Rustig aan. Zie jij ons erop, alsjeblieft? Ja. Oh, godverdamme. Ik slaan in mijn ogen. Hallo? Mag ik terug? Ja, we gaan ook terug. Naar beneden. Fucking raar. Echt. Raar, hè? Zo. Zo, ziet er goed? Ja. Kan je goed zien? Ja. Mooi. En je denkt van daar echt loopt gewoon over. Oké. Okay. Wat is het probleem? Ja. Echt eng. Als je een stapje naar achter doet, dan zie je, zijn je aan de rechterkant vier knopjes. We gaan deze keer wel op drukken. Druk op de bovenste knop. Met je controller natuurlijk. We zijn een super cool liftmuziekje te horen. En dan moet je op dansen. Ja, ik sta er nog op 8 uur. Ik moet al wat hebben. Ja. Ja, dan mag je de telefoon nog aan doen. Ja, nee, ja. Ja. Oh ja. Hallo? Roosje nog eens willen. Oh, my kiso. Goed zo, man. Zo. Mag. Dit is het minst eng, hè? Ja, ik vind die hoogte vond ik eng. Ja, ik ook. Hoe dansen we dan? Yes. Yeah. Yes. Nee. Yeah, yes. Yes. Oh, dansen. Yeah. Dansen. Zo. Moet ik nu over? Ja. Maar waar is die plank hier? Voor je. Oh. Iets verder nog. Oh, die doet het wel goed, Manon. Heb je hand nodig? Ik vond het echt eng. Nee, gaat ze het gewoon zo doen? Oh, ja! We leven nog. Oké, wel toch wel. Toch maar een land. Dat is echt raar, hè? Oh my god, thanks for you. Thanks for you. Thanks for you, het is beter. En nu van het uitzicht genieten. Nee, niet verder. We zijn nog op, man. Hoog voor je kijken, Want uit ze genieten zover dat lukt. Oh, nee, nu pas af. Wel een beetje creepy hoor. Ja. Oh, het lijkt best wel echt als je erin staat. Ja. Toch niet erg. Waar blijven die spinnen nou? Ze zijn voor de. Oh, heb ik wat anders? Nee. Oh, ze zijn hier op de grond. Nou, kijk maar voor je. Oh, ja. Oh, daar komt die grote. Ja, maar ik zie echt heel wazig. Ik zie gewoon heel scheel. Dus ziet gewoon heel scheel. Ik ben maar scheel. Kan je je bril niet op erin? Ja, dat kan. Oh, dan moet ik dat misschien zo even doen. Heb je handen nodig? Kijk, dit is wat je moet doen. Dat is super eng. Oh, maar ik vind het helemaal niet leuk. Nee, dat dit zijn. Dit is fucking geweldig dit. Wat een ervaring. Ik vind helemaal niks aan. En nu? Mag ik de hand opnemen? Zo vind je helemaal niks aan. Ga ik nu vallen? Oh! Je staat super hoog. Je mag de hoofd van de hoogste staan. Dat is niet van jou. Dit is zo raar. Oh ja. Gadver. Wat raar. Plank heeft ook gevoelens. Oh, dat is echt heel gek. Heb je hand nodig? Weet ik niet. Oeh. Oh, wat goed. Goed zo. Nou. Ja. Best. Oh, god. Maar ik heb geen telefoon. Nog eens. Hij heeft ook niet voor de spinnen gekozen. Oh. Jij moet echt heel raar. Mag even hierheen kijken. Van het uitzicht genieten. Ik heb het helemaal warm van. Wat jullie nu gaan doen? Wat, zeg maar, wat wij gaan doen is ook weer met spinnen en honden. Zombies. Zombies. Oké. De hem zien we niet. We zien echt zombies. Maar wat nou als ik het echt eng vind? Ik wil dit echt niet meer. Doe je gewoon je bril af. Dan mag je hem afzetten van mij. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, ga zeggen, die kleine kindjes hier, die hebben nog meer lef dan jou dan als jij dat durft. Maar dat is ook vaak zo, hè? Die kennen geen angst. Nou, je zal je verbazen. Nee, zal je filmen. Opdracht nou, jongens. Oh. Player name staat er bij mij. Jongens, ik heb die mensen zo daar komen. Ik mag geen vraag. Ik heb bij jullie, jongen. Nee, daar die mensen staan erbij. Wat een grootste. Jij bent langer, hoor. Waar is hier aan? Jij ook! Met die paarden van je. Ik leef hier. Jullie zijn er heel weinig, hè? Ja, hè? Nou, kunnen jullie wel bij mijn kant komen? Ik ga bij jou staan. Sam, dan moeten we ook dit in de gaten houden. Daar komen ze. Kom, we gaan hier weer eens. Nee, want wij moeten gewoon een keer weglopen. Hier weer eens, hè? Oh,
chill. Maar als je ben ik niet. Als je heel snel blijft wisselen, zijn ze vanzelf weer herladen. Ah! Of niet? Ah! Een A? Wat was dat nou? Het is een mega monster. Godverdag, ik vind dat ik ben dood. Ik ben dood. Maar, ik ben dood. Nou, het is even een gedoe om naar La Nostradici te komen. Ja. Wat een gedoe zeg. Hij leidde ons helemaal verkeerd. Je moet altijd naar beneden. Ja. Nee, dat is niet waar. Je moet altijd omhoog. Maar nu moeten we naar beneden, want nu zijn we omhoog gereden. Helemaal in de war. Nee! Oh, we zijn er! Okay. Oh, hè? Hey. Wat leuk in hier binnen. Mama was net ook helemaal misselijk. Maar het was wel echt heel leuk. Ik heb een draaistoel. Ja, deze was mooi. Ja, dat zwarte vind ik dan anders. Ja. Dit is echt dat gele. Ja, dit vind ik echt leuk. Ja. Kijk hoe leuk dit ook staat. Ja. Heel leuk. Ja, hè? Oh, ja. Zo, ik kan het zien. Dat is toch echt heel leuk. Kijk eens. Met de, ja. Ik was er bijna vergeten. Dus ik, ja, dat zie je. Nee. Ja. 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 Dacht, dat zou jullie denken dat ik bij jou waren vergeten. Ja. Ja. Oh, mooi, hè? Ja, heel mooi. Is het nou glas? Ook handig met bel. Ja. Ja. Kaartje. Roomspray. Ja, voor je kaartkamer. Deze? Ja. Nou ja, ik kan ook in de huiskamer, maar het is heel erg badkamer. Super leuk. Voor kaarsjes, zo lief. Ik ga eerst het kaartje. Zo lief. Oh ja, hier ben ik te doen. I love jeans. Ja, en jullie hebben altijd zo'n hele kersttafel met kerst. Dus daar passen ze mooi bij. Ja. Oh, wat een passelijke kaart. Toepasselijk. Ja, mee gefeliciteerd met je 33e verjaardag. Wij hebben alvast een kleinigheidje voor je in je nieuwe huis. Van de Bon kan je zelf iets moois kopen. We gaan er echt gezellige avond van maken. We love you. Dankjewel, dankjewel. Hij zit hier dan een... Oh, daar. Stop. Ja, die hotdog is lekker. Oh, heerlijk. Waar is het vaker? Waar die hotdog in stond. Ja, heerlijk. Daar heeft het denk ik. Het ziet er echt top uit. Ja. Ja. Dit ook, heel lekker, ja, van jou. Heerlijk. Het maakt wel lekker een bolletje ervan. Ja. Lekker zeg. Everyone is gonna have it. No. Everyone. Just by the white plate. Is there fried aubergine, tomato sauce and mozzarella? Mozzarella. Melanzane. Mm. Is there this pasta in a wheel of pecorino? I'm gonna miss it. Jongens, het is weer donderdag en ik ben weer in Amsterdam. Het is de dag na het uitje. We hebben het echt super leuk gehad. Hebben we gelachen? Niet normaal gewoon. Het was echt heel gezellig. En ik ben nu weer in Amsterdam, want ik ga nu inkopen. Dus ik ben de laatste dagen, nou ja, maandag in Amsterdam geweest. Gisteren 2 keer in Amsterdam geweest. Vandaag weer. Dus ik ben de hele tijd voor mijn gevoel heen en weer aan het rijden. Maar... nee, echt. Ik heb er weer helemaal zin in. We hebben het super leuk gehad. En ik ben heel benieuwd wat ik nu allemaal tegenkom bij de inkoop. Het is dat. Het is een hartstikke leuke, drukke week. Het is de eerste week dat ik weer heel veel eigenlijk doe en heel veel gepland heb staan. Dat ik niet meer rustig aandoe. En ik merk wel dat het 6 weken nu voorbij is. Ze zeggen ook dat je na 6 weken weer beter gaat voelen. Omdat je dan je lichaam maakt nieuwe bloedplaatjes aan. Noem het allemaal maar op. Dat had ik vorige keer ook met mijn zwangerschap. Dat je elke keer na 6 weken je sterker voelt. En dat heb ik nu ook. Dus dat is wel een groot verschil. Want ik dacht ineens gisteravond, oh, ik voel me bizar nog wel goed. Hoe kan dat nou? En toen ging ik uitrekenen. Het was dus precies de dag ervoor 6 weken geleden. Dus ja, dat is echt wel zo. Maar goed, ik ga nu lekker naar binnen. Ik ga inkopen voor jullie. En ik hoop dat jullie weer bij onze winkel gaan shoppen natuurlijk. Nou ja, tot strakjes. Nou, ik ben alweer de hele tijd aan het shooten in de winkel. We zijn alweer een paar uurtjes voorbij. Maar we hebben heel veel leuke nieuwe enige dingen. Lekkere truien, mooie jassen, mooie broekjes.
Dus het gaat allemaal de goede kant op. En alles komt zo snel mogelijk online. En ik ben nu nog 2 uurtjes bezig. En nog steeds aan het shooten. Weer 1 uurtje verder. Hele gaffe blazer aan. Dit is denk ik weer een nieuw trendje. Tenminste, dat gaat dit worden. Heel leuk. Een ringetje zit het vast en aan een blote elleboog. Super gaaf. Nou, ik ben weer thuis. Hè? Hoi. Wij gaan lekker slapen. Ik heb de hele dag gewerkt. Tot 6 uur. Kwart over 6. Dus ik ben moe. Ik ga lekker haar naar bed toe. Douchen naar bed. Morgen weer dag. Lieve allemaal. Het laatste beeld was na die leuke dag van, even denken hoor, het uitje volgens mij. Ja, we hebben het heel erg leuk gehad. En nu is het zaterdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Maar ik dacht, joh, ik heb zoveel leuks gevlogd. Dus genoeg voor jullie om te kijken. Ik ga nu weer aan het werk. Ik ga morgen een weekendje naar Antwerpen. Dus als jullie deze vlog kijken, dan ben ik alweer terug. Maar dan komt er volgende week een hele leuke vlog over ons weekendje weg online. En allemaal bedankt voor het kijken. Ik vond het een hele leuke week om alles te vloggen. Veel leuke dingen. Dus abonneer op ons en ik zie jullie volgende week weer. Ik ga lekker werken.